Wat is een oratoriumvereniging? Nou, een oratoriumvereniging is eigenlijk gewoon koor. En die naam is ontstaan doordat de koren, dit soort koren, werken uitvoeren van componisten. Waarbij orkestbegeleiding nodig is. Een oratorium is een koorwerk voor solisten, koor en orkest. En koren die dat soort repertoire uitvoeren, denk ik bijvoorbeeld het Requiem van Mozart of het Requiem van Verdi of de Jahreszeiten van Haydn of de Messiah van Händel, dat zijn allemaal oratoria. En in de oratoriumvereniging, dat is een koor dat dat soort stukken zingt. Zingen is ontspannend en het werkt tegen stress. Er is een onderzoek geweest in Duitsland. En dat heeft uitgewezen dat zingen, maar er zijn meer dingen, die maken, er wordt endorfine aangemaakt. En dat is goed tegen stress. En het heeft natuurlijk ook een hele sociale functie. Mensen bij elkaar, samen zijn en samen zingen, dat...